ik ben Thierry de Vries. Ik ben geboren en getogen Deventernaar. Een prachtige stad en ik voel me heel erg thuis. En ik werk bij het Burgerweeshuis, vrijwilligerspoppodia, waar ik altijd ga erop staan. Werkplek waar ik terecht ben gekomen, waar ik een uitkering had en geen werk kon vinden. En aangezien ik graag met mijn handen werk, technisch ben, ben ik zo hier terecht gekomen. Door mijn ADD, zeg maar, omdat ik eigenlijk geen goed concentratievermogen heb. Mijn hoofd gaat eigenlijk altijd, het is nooit stil in mijn hoofd. De focus die je voor het lassen nodig hebt, ja, dat vind ik heel erg fijn. Daar kan ik helemaal in wegdromen, zeg maar. De rest van de wereld heeft helemaal weg. Hij is heel erg creatief, kan heel netjes werken. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich daarin ook ontwikkelt en misschien komt hij wel met nieuwe ideeën, want dat, ja, dat past ook wel bij hem. Eigenlijk kan hij het heel goed, maar het probleem zit er meer dat hij het moeilijk vindt om structuur te brengen in zijn dagen. We hebben denk ik verschillende partners daarbij nodig. En voor jongeren bij ons zijn een bedrijf die niet passen in het plaatje van de ideale student. En we stoppen er ook sneller mee. Dus ik hoop ergens dat we een samenwerking kunnen vinden met een opleider die zegt van nou, we gaan eens kijken naar deze doelgroep. We gaan ook per persoon kijken wat iemand nodig heeft om toch die certificaten te halen. Ik vind het natuurlijk prachtig om met Dick van het Hof te mogen samenwerken en zo'n beetje in elkaar te zetten. Het idee daarachter is denk ik nog wel het mooiste. Iets wat eigenlijk misschien weggegooid zou worden. Weer wat maken waar mensen weer wat mee kunnen. Het liefst een eigen bedrijfje willen waar ik lasopdrachten doe voor. Ja, het liefst nog een beetje in de richting van de creatieve kant.